Dit is een mondje. Mm-hmm. Dit gaat dan over porno hijgen. Ja. Ballen. Ja. Toen dacht ik, dit is toch bizar dat ik dus tijdens de seks met mezelf niet bezig ben met wat vind ik op dit moment fijn voelen. Ja. Maar ik ben dus bezig met een beeld voor een ander. Wat we gaan doen, is we gaan een trucenbot kleien met trucjes dat eigenlijk gewoon gegarandeerd succes is in bed. Ja, en dat is eigenlijk ook wel omdat we het juist een beetje gênant vonden dat we trucjes hadden om de seks succesvol te maken. Waarvan ik nu dan af en toe wel ook voel van, oh, dat heeft er niet altijd per se voor gezorgd dat ik het zelf ook echt leuk vond. Ik was heel erg bezig met, dit ga ik doen, want dit werkt. Ja. Ik heb mezelf gewoon wat dingen aangeleerd. Mm-hmm. Die ik dan ooit bij één jongen heb geleerd. En dan dacht, oké, dit is dan blijkbaar lekker of zo. Of dat vindt iedereen dan lekker. En dan dacht ik ook, alle jongens vinden dit lekker. Ja. Zo is dat natuurlijk al een beetje een gekke gedachte. En dat ik het om die reden dan dus bij anderen weer ging doen. Mm-hmm. Beetje alsof het, haast een beetje alsof het fake was of zo. Zit je nu naar mijn oor te kijken? Ja, naar jouw oor te kijken. Maar je hebt wel gewoon een modeloor. Ja, ja. Oké, ik voel me wel vereerd. Is dit oorlelletje sabbelen? Mm, ja, en? Bijten in de oor. Ja, ook. En een beetje zo kreunen in het oor erbij. Mm-hmm. Leuk. Is het een kontje? Ja. Dit is dan zeg maar dat ik bovenop zit. Mm-hmm. Dat ik dan heel snel een neukbeweging kan maken. Waar heb je die geleerd? Nou, ik heb dus ooit een vriendje gehad die snel penetreerde. Mm-hmm. Maar als in snel tempo. Mm-hmm. Toen ben ik dat gewoon gaan herhalen zelf ook. Ook weer bij andere jongens. Mm-hmm. Dan zorg ik eigenlijk dat ik een klein beetje van het matras af ben. Zo. Dus dit deed ik dan eigenlijk met mijn kont meer naar achter en weer terug. Ja, een soort scheppen eigenlijk. Ja, eigenlijk een soort scheppen. Ja, ja, dat je zo heel snel op en neer gaat, zeg maar. Ja. Terwijl je dan op de ander zit. Ja. Het maffe is dus dat ik dat gewoon ben blijven herhalen. Ja. En op een gegeven moment, na zo'n, hoeveel jongens later zal het zijn geweest, toen kwam ik er ineens achter, maar ik vind dit zelf eigenlijk helemaal niet lekker. Ah. Dus het was echt een trucje. Ja, wat vonden die andere jongens ervan als je dat deed? Nou, van heel veel weet ik dat niet. Mm-hmm. En bij eentje heb ik op een gegeven moment zelf, toen was ik al wat meer bezig met van wat wil ik eigenlijk. En toen gaf ik op een gegeven moment aan van, ik vind iets niet prettig, niet helemaal prettig aan de seks. Ja. En die zei toen tegen mij, ja, ik snap ook niet waarom jij altijd zo snel wil. En toen dacht ik, hè? Maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Wow, wat mooi ook eigenlijk. Weet je wel, dat je dat dan dus zo terugkrijgt van hem. Ja. En ook heel confronterend. Ja, ik voel eigenlijk heel weinig als het heel snel gaat. Dus ik vind het nu ook helemaal niet meer prettig. Hm. Ik doe nu het tegenovergestelde en dan voel ik echt heel veel. Ja. Dus dat maakt het ook wel weer extra sad dat ik gewoon jarenlang dat heb gedaan. Omdat ik dacht, hier score ik mee. Hmm. Al deze trucjes hebben ook wel iets dat je gewoon aan het spelen bent, zeg maar, met elkaar. Dus het hangt er voor mij gewoon echt vanaf, doe ik het omdat ik indruk wil maken? Of doe ik het omdat je met elkaar in een superleuke flow zit en je denkt gewoon, we zijn even aan het spelen? Nou, precies. Dan wordt het speels. Want, ja. Want ik ervaar deze dingen eigenlijk wat minder als speels, hoor. Maar meer als een soort van, zo hoort het. Terwijl speelsheid, daar zit wel echt plezier in voor me. Wat zorgt ervoor bij jou dat je plezier hebt tijdens de seks? Nou, dit is wel heel leuk dat je dit vraagt. Ik heb het afgelopen jaar best wel heel erg een zoektocht daarnaar gehad. Mm-hmm. En op een gegeven moment was ik aan het masturberen. En toen ontdekte ik dat ik ook tijdens het masturberen eigenlijk dezelfde soort manier van masturberen deed die ik normaal gesproken doe als ik seks heb met een man, omdat ik weet dat een man dat lekker vindt. Dus ik was eigenlijk, terwijl ik in mijn eentje was, zo een soort indruk aan het maken op het denkbeeldige man. Wauw. En ook zeg maar, de manier van hoe ik dan daarvoor zeg maar, mijn vagina gebruik, dus die altijd een beetje zo strakker trek, zeg maar, zodat het dan, omdat ik dan altijd heb geleerd dat het voor een man lekker is. Trucje. Ook een trucje, precies. Ja.
Toen dacht ik, dit is toch bizar dat ik dus tijdens de seks met mezelf niet bezig ben met wat vind ik op dit moment fijn voelen. Ja. Maar ik ben dus bezig met een beeld voor een ander. Maar je hebt dus nog nooit doorgehad dat je eigenlijk in je eentje ook iets aan het imiteren was? Heb ik niet doorgehad, nee. Ik denk dat de belangrijkste kern die ik daar toen in ontdekte is dat eigenlijk alles vanuit spanning kwam. Dus dat, zeg maar, dus als ik aan het vingen was, was het alleen maar vanuit spanning. Vanuit soort... En toen dacht ik, oké, dan dat moet ook mogelijk zijn vanuit ontspanning. Maar dat is nu wel echt zo dat ik zeg maar, heb ontdekt dat dat dus bestaat. En dat is echt zo fijn en zo anders. Ik ging ook meteen glunderen. Ja, maar dat is echt heel leuk. Als soort van... En nu begrijp ik dus ook echt voor het eerst in mijn leven waarom het zo belangrijk is dat je echt gaat voelen wat je zelf wil. Ja. Voordat je eigenlijk pas met een ander echt seks kunt hebben. Ja.